Ik schrik wel eens van hoe ver men is. Er is zoveel meer te halen uit die technologie. De HR-afdeling steeds meer gevraagd wordt. Steeds meer businesspartner is ook. Want dat wordt in de toekomst wel het grote thema. Je kunt het alleen richten, maar je natuurlijk ook mensen meekrijgen. Maar als ze er eenmaal doorheen zijn, joh, dan zie je ze vliegen. Hoe zorg je ervoor dat je een aantrekkelijke werkgever bent? Zeker in de tijd van vandaag. En op welke manier kun je hier met HR invulling aan geven? Daarover ga ik in gesprek met diverse experts in een reeks video's die ik maak samen met Loket.nl. Welkom bij CVD-TV. Bij mij te gast Bram Krijnen, partner bij Crow Voederig. Bram, van harte welkom. Dankjewel. Even een dilemmaatje mee te beginnen, want ik heb je een beetje geresearched, zeg maar. Het is altijd leuk om even op te warmen. Je mag of nooit meer werken, of je mag nooit meer iets met basketbal doen. Oei. Dan wordt het toch nooit meer iets met basketbal. Ja, is een dilemma was dat, hè? Ja. Ja. De uitdaging bij werken is toch net iets groter dan bij basketbal. Wat heb jij met basketbal? Basketbal gaat als een rode draad door mijn leven. Dus ik ben op mijn zesde gestart met basketbal in Oosterhout. Ik woon in Oosterhout. En sindsdien ben ik eigenlijk al sinds die tijd bezig met basketbal. Eerst als speler. Ik heb... Je bent niet super lang toch, of wel? Nee, ik ben niet super lang. Je bent niet echt zo'n basketballer van 2 meter of zo? Dat is wel de perceptie die iedereen heeft, hè? Dat je als basketballer lang moet zijn. Ja, maar dat is dus niet. Nee, dat is helemaal niet zo. In het team zie je wel lange spelers en minder lange spelers. Ja, ja. Waarbij die minder lange speler vaak de spelverdeler is of de snelle man. Dus iedereen heeft wel zijn rol in een team. Qua HR natuurlijk ook een interessante. Ja, precies. De metafoor is daar. Maar ja, ik ben eigenlijk altijd bezig geweest met basketbal. Eerst dus als speler. Ik heb op een redelijk niveau gespeeld. Ja. Op een gegeven moment best wel intensief. In de puberteit was ik alleen maar aan het basketballen. En ik moet zeggen, ja, nu... ik ben voorzitter van een club. Wij zijn als Crow verbonden aan de Heroes in Den Bosch. Aha. Dus ik vind het heel leuk om die combinatie ook te hebben. Ja, maar goed, als de keuze toch gemaakt moet worden, dan maar blijven werken. Ja, met pijn in je hart. Ja, dat zeker. Ja, het was een echt dilemma. Ja, echt wel een dilemma. Ja, ja. Maar we gaan het niet over basketbal hebben verder in dit gesprek. Tenminste, dat was niet de opzet. Maar het is altijd leuk om even op te warmen. Een beetje een beeld te krijgen bij de persoon Bram Krijnen. We gaan het hebben over HR, de toekomst van HR. Wat er allemaal speelt. Maar misschien slim om even te beginnen bij het bedrijf Crow Voederig. Wat is het? Wat doen jullie allemaal? Simpel gezegd, een accountants- en adviesorganisatie. Van oudsher echt een accountantsclub. Zo zijn we gestart. Mm-hmm. Bestaan ruim 60 jaar. Ik ben er in 2012 ben ik als partner toegetreden. Mm-hmm. Heb daarvoor een pensioenadviespraktijk gehad. Die heb je ingebracht? Heb ik ingebracht. Was een kleine praktijk, maar ik werkte al wel samen met het kantoor. Mm-hmm. En het kantoor wilde eigenlijk zich 10 jaar geleden ook echt gaan verbreden. Van accountants en belastingadvies naar ook echt veel meer gespecialiseerde diensten. Mm-hmm. Dus de HR-praktijk die we nu hebben is eigenlijk destijds gestart met eerst maar eens pensioen gaan opbouwen. Mm-hmm. Dus wat wij, we hebben altijd al bijvoorbeeld salarisadministraties gedaan voor klanten, salarisadvies. Ja. En destijds ben ik eigenlijk begonnen met het opbouwen van een pensioenteam. Kijk je nu, vandaag de dag naar Crow Voederig, dan hebben we een aantal service lines. Uiteraard nog steeds accountancy, nog steeds belastingadvies. Ja. HR is inmiddels best wel gegroeid. Hè. We zitten nu met 70 mensen in dat team. Mm-hmm. Allemaal, zeg maar, professionals. Mm-hmm. We hebben ook een IT-tak. We doen veel in data science. Dus je ziet dat we ons steeds meer zijn gaan ontwikkelen als een veel meer brede dienstverlening. Ja. Waarbij ook advies, maar ook allerlei supportdiensten, technologie en data steeds belangrijker. Ja, precies. Gaat het zo meteen meer over hebben. Mag jullie als middelgroot kenschetsen? Of, ja, precies. 550 mensen hebben we. Ja, en jullie klantportfolio, dat is MKB? Ja, MKB, wat wel steeds verder oploopt naar grote bedrijven. Ja. Geen corporate. En wat denk ik de klanten van ons wel kenmerkt, het zijn echt wel ondernemende bedrijven. Soms ondernemers, vaak ondernemers eigenlijk, of families. Ja. Maar de klanten waar ik ook kom, die zijn altijd bezig met een plan.
Ja. Dus, meerdere plannen tegelijk waarschijnlijk. Ja, ook nog eens, eigen. Ja, en niet alles slaagt, hè, ook nog. Ja. Maar, ja. Maar dus die dynamiek, dat is wel wat ons kenmerkt. Ja, ja, ja. Laten we eens een paar thema's behandelen. Het gaat om HR en wat er speelt. Je noemde het net al en daar wou ik ook maar meteen mee beginnen. Technologie en data. Ja. Hoe belangrijk is dat? Ik denk dat het heel belangrijk is. En ook cruciaal voor zeg maar, de toekomst van bedrijven, maar ook van HR binnen bedrijven. Wat wij veel zien is dat bedrijven bezig zijn met de slag naar van zeg maar, traditioneel... HR-bedrijven, wat heel erg administratief gericht nog is. Hè. Ja. Naar we willen veel meer aan de, wij noemen dat dan de people kant bezig zijn. Mm-hmm. Dus van talenten binnenhalen tot talenten ontwikkelen enzovoort. Daarvoor is het vaak wel nodig dat bedrijven die administratieve processen digitaliseren. Mm. Dat geeft gewoon simpelweg ruimte. Dat is eigenlijk stap 1 en dat is een noodzakelijke stap. En hoe ver is het MKB ondernemer Nederland daarmee? Ik moet je eerlijk zeggen, ik schrik wel eens van hoe ver men is. In de zin van, men is dus niet ver. Nee. Mm. Nee, ik kom bij toch ook wel grotere bedrijven die wel eigenlijk heel duidelijk voor ogen hebben van, goh, wij willen over 5 jaar strategisch gezien hier staan met het bedrijf. Ja. Die snappen ook wel van, joh, dat betekent ook dat ik aan die people kant heel veel moet doen. Mm-hmm. Maar als je dan gaat kijken, hoe staan we er eigenlijk voor? Technisch gezien, de basis. Dan is de basis vaak ingericht. Ja. Maar er is zoveel meer te halen uit die technologie. Ja. Dat het, en dat is eigenlijk stap 2, als je het eenmaal processen gedigitaliseerd hebt, dan kun je vervolgens natuurlijk wel gas geven op, technologie helpt bijvoorbeeld ook bij talentontwikkeling, bij inzicht krijgen in hoe functioneert nou eigenlijk die organisatie. Hoe werkt technologie met talentontwikkeling, op het gebied van talentontwikkeling? Nou, denk aan, ik had het net over talent aan boord halen en talent ontwikkelen. Wil je talent ontwikkelen, moet je ook wel weten waar staat men nu. Ja. Dus je moet inzicht hebben in welke skills heeft iemand, welke drijfveren, competenties enzovoort. Daar zijn natuurlijk allerlei tools voor. Hè? Dus je hebt allerlei assessment tools ook. Mm-hmm. Maar dan krijg je een rapport en daar kun je het mee gaan doen hoor. Maar digitalisering helpt je ook om bijvoorbeeld in een omgeving, dus stel je creëert een HR-omgeving volledig digitaal, ook voor een medewerker. Mm-hmm. Dan kun je medewerkers ook gaan volgen. En dan kun je in die, zoals ik net als voorbeeld gaf, het bedrijf weet wel waar ze over 5 jaar willen staan. Als je dan een vertaalslag maakt in welke competenties heb ik dan nodig, kun je ook mensen gaan begeleiden naar die competenties toe. Nou, tegenwoordig heb je veel meer dan een aantal jaar geleden tools die het ook mogelijk maken om niet alleen het inzicht te verkrijgen in medewerkers, in hun skills, maar ook om eigenlijk bijvoorbeeld een opleidingsaanbod te creëren om mensen te monitoren eigenlijk. Ja, ja. Niet alleen de medewerker zelf, maar ook de leidinggevende. Dus je wordt echt wel onderdeel van een ontwikkelplan op die manier. Mm-hmm. Digitalisering wordt ook belangrijk. Met name die nieuwe generatie, die verwacht gewoon heel veel van die digitale omgeving. Hè? Dus die is ook thuis zitten, zijn ze ook digitaal, zou ik maar zeggen. En ook in dingen als samenwerken met elkaar. Hè? Je bent ook heel veel binnen bedrijven. Ja. Daar heb je natuurlijk ook allerlei tools voor. Dus daar gaat het al meer over werk. Ja, ja, want dat is goed dat je dit zegt. Want ik hoor wat je zegt, maar wat betekent dit voor een HR-afdeling? Zeg maar voor de rol van een HR-afdeling? Ja. Nou ja, die verandert natuurlijk ook. Ja. Je ziet dat een HR-afdeling steeds meer bijvoorbeeld al samenwerkt met de IT-afdeling. Mm. Omdat die digitaliseringsslag, hè, die gaat vaak in combinatie met die twee afdelingen binnen een bedrijf. Mm-hmm. Dus wij zien ook dat op het moment dat je dat digitale platform hebt, dan heeft HR er ook letterlijk een rol in. Hè, als in functioneel beheer. Moet ook werken in die systemen. Mm-hmm. Dingen accorderen, dingen in gang zetten, dingen monitoren. Dus daar zie je een rol. En wat ook belangrijk is, je ziet ook een rol dat hoe meer je digitaliseert, hoe meer informatie en data je hebt, hoe meer HR ook betrokken raakt bij dat plan. Ja. En ook de ken- en stuurgetallen,
Vroeger zat dat allemaal bij de financial, zeg maar. En nu zie je dat ook de HR-afdeling steeds meer gevraagd wordt. Steeds meer business partner is ook. Intern. Intern, ja. Ja, dus richting een directie. Of vaak ook wel onderdeel uitmaakt van de directie. Omdat die people kant zo belangrijk wordt in het strategische plan. Ja, in alle plannen van elke onderneming vandaag de dag. Het schreeuwt people ja. Vandaag de dag. Ja. Maar betekent dat ook, waar ligt de grens dan? Want een HR-afdeling, die je noemt net al richting finance, richting directie, maar ook richting, kan me voorstellen, als je het hebt over talentontwikkeling, dan raak je ook het management van een afdeling of zo die met zijn mensen bezig. Waar ligt de grens van HR? In hoeverre ben je een facilitaire unit en in hoeverre ben je echt onderdeel van dat soort processen? Ja. Dat verschilt natuurlijk heel erg per bedrijf, hè, en ook wat zijn dan die doelstellingen van een bedrijf. Maar wij zijn nu ook met steeds meer bedrijven in gesprek die eigenlijk bij ons komen met de vraag: ik heb dat plan, we hebben gedigitaliseerd. Ja. Soms moeten ze nog wel de structuur, de inrichting van het bedrijf zijn ze mee bezig. Mm-hmm. Maar als dat ook op orde is, dan gaat het eigenlijk over de vraag: en hoe krijg ik nou iedereen aan? Ja. En dat gaat over verbinding, leiderschap, teamplay. En daar heeft HR eigenlijk zijn echte rol, denk ik. Hebben ze die ook in het echt, als je kijkt naar MKB Nederland en naar Ondernemen Nederland? Ook te weinig. Ja, hè? Kijk, wat daar wel heel lastig aan is, want zo, we hadden het net over digitalisering, nu over leiderschap en dergelijke mensen aankrijgen. Ja. Wat over data. Het is natuurlijk voor een HR-afdeling binnen een bedrijf, met name zeg maar MKB, en ook MKB, groot zeg maar, is het wel lastig om al die competenties in één afdeling te hebben. Dat gaat eigenlijk niet. Dus wat je bedrijven ziet doen, die moeten denk ik hele goede keuzes maken. Wat wil ik in huis hebben? Mm-hmm. En wat beleg ik bij samenwerkingspartners? Wat adviseer jij MKB, ondernemers, jullie klantenportfolio, die zeggen van joh, ik wil daar bijblijven. Ik wil voorop lopen als HR-afdeling, wat de trends zijn, wat de ontwikkelingen zijn, hoe ik me moet aanpassen. Wat adviseer jij ze dan, zonder, even los van het feit van huur mij in en ik kom elke maand wel langs om het je te vertellen. Maar wat is de way to go om op de hoogte te blijven? Nou, ik denk op zich dat er qua informatievoorziening dat er veel is. Hè. Er zijn allerlei websites, YouTube-kanalen. Sterker nog, je wordt soms een beetje overladen met informatie. Ja. Dus ik denk dat eerder de kunst is, hoe filter ik nou de goede informatie voor mijn bedrijf eruit? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat dat in de combinatie zit tussen zorg ervoor dat je een goed HR-team in place hebt, hè, dus binnenboord hebt. Want die zorgen er wel voor dat ze op de hoogte blijven. Mm-hmm. En die kunnen die shifting zeg maar wel maken. Mm-hmm. Ja, en toch, ik denk dat die laag daaromheen, dus de externe partijen zoals wij, maar ook anderen, ja, die houden je wel scherp. Mm-hmm. En de goede adviseurs, die pushen je wel tot weer het volgende station, zeg maar. Ja, ja, ja. Als we kijken naar de schoenmaker en zijn eigen schoenzolen, zeg maar, hoe is het bij jullie geregeld? Nou, ik moet zeggen, wij zijn best een grote club. Hè? We hebben nu 550 mensen. Uh-huh. Wij hebben onze organisatie op HR-gebied ook de afgelopen jaren behoorlijk omgeturnd. Eigenlijk het verhaal wat we net deden. Dus wij zijn ook volle bak aan de gang gegaan met digitalisering. We hebben ons HR-team eigenlijk helemaal opnieuw neergezet. We zijn enorm bezig met onze eigen learning and development programma's en het ontwikkelen van mensen. We hebben heel veel geïnvesteerd in employer branding. Mm. Daar zijn wij echt niet ontevreden over wat voor resultaten we daarmee maken. Maar wij realiseren ons ook dat we er echt nog niet zijn. Mm. Op welk gebied ben je er nog niet? Nou, sommige dingen staan nog niet in de kinderschoenen, maar net als learning and development. Daar zijn we vorig jaar met een eigenlijk company breed programma gestart. En daar willen we nog veel meer, daar willen we nog veel rijker maken, zeg maar. Hè, dus ook het ontwikkelen van medewerkers en leiderschap en die stappen die gaan we nu zetten. Komt
Een leven lang leren is natuurlijk is een onderwerp wat steeds meer voorkomt. Komt die tak van sport steeds meer, doet die steeds meer zijn intrede binnen bedrijven? Dat je inderdaad je leven lang wil leren, ook als je ergens werkt? Ja, die komt er. Als bedrijven continu bezig zijn met, ik wil strategisch daar staan en ik vertaal het naar welke skills heb ik dan nodig. Ja. Want dat wordt in de toekomst wel het grote thema. Kijk, we merken nu al, er zijn gewoon de werkloosheid is nooit zo laag geweest. Dus er zijn eigenlijk weinig mensen voor het werk wat er is. Dat is één. Twee is, het werk verandert enorm de komende jaren. En sneller steeds. En steeds sneller. Ja. Je moet dat bijhouden, dus je moet gaan reskillen. En zolang bedrijven telkens die puzzel leggen van ik wil daar naartoe, maar dat betekent dat ik deze skills nodig heb. En over 5 jaar betekent dat ik nu moet gaan trainen op ontwikkeling van die skills, of de mensen binnenhalen die skills hebben, of de drijfveer hebben om dat te ontwikkelen. Kijk, en dat is natuurlijk een mooi spel. Maar dat spel kun je alleen maar spelen met en een goede herafdeling. En je moet wel op orde zijn. Dus als je nog steeds administratie in een klapper zit te doen, bij wijze van spreken. Dan kun je dit soort dingen gewoon niet doen. Nee. Tot slot, als we toch even dat stukje technologie mee af te sluiten. Als er nu iemand zit te kijken en denkt, oh man, ik moet echt aan de slag. Want ik heb het nog in zo'n ordnertje hangen en ik heb net mijn enige digitale instrument, is dat Excelletje. Twee vragen. Waar moet diegene beginnen morgen? En twee, moet hij zich heel erg zenuwachtig gaan maken? Oftewel, is het een heel complex traject? Het is geen complex traject. Wat je gelukkig ziet, is dat die softwareoplossingen, die zijn de laatste jaren natuurlijk ook enorm ontwikkeld. Mm-hmm. Eigenlijk met name voor, voor MKB zoekt ook vaak gewoon de eerste stap in die digitalisering. En daar zijn prima oplossingen voor die laagdrempelig te implementeren zijn. Mm-hmm. Tegen ook niet een al te groot budget. Hè? Dus in die zin kun je die eerste stap prima maken. Zijn er veel SaaS-oplossingen al tegenwoordig? Of is het bijna alleen maar. Ja, okay. Alleen dus maar. Geen grote investeringen, gewoon abonnementachtige modellen. Nee. Dus je prikt in op een omgeving die er al is. Ja. Die je wel voor je eigen organisatie iets meer gaat samenstellen dan. Hè? Ja. Dus je moet aan de voorkant wel goed nadenken. Hoe wil ik dan die workflows inrichten en dergelijke? Mm-hmm. Het tweede is dat je kunt alleen richten, maar je natuurlijk ook mensen meekrijgen. Dus je moet wel uitleggen en de experience aanbrengen. Maar eerlijk gezegd is de ervaring dat die HR-software gaat ook steeds meer over het gemak en het inzicht. En dus wij merken wel. Het idee wordt bijna leuk. Dat is echt. Ja. Klopt. Het is natuurlijk heel anders dan 15 jaar geleden. Toen moest je echt bouwen en software maken. Ja. Dat is allemaal niet meer. Dus je merkte eigenlijk ook wel juist dat die professionaliseringsslag die je ermee bewerkstelligt, dat ook die medewerkers van onze klanten zeggen van, het is wel heel gaaf, want nou kan ik veel meer. En je ziet ook een HR-afdeling denken, het begint natuurlijk van, het is een bedreiging. Maar als ze er eenmaal doorheen zijn, dan zie je ze vliegen. Ja. Want ze kunnen hele andere dingen gaan ontwikkelen. Geen reden om niet meteen te starten, zeg ik. Precies, helder. Laatste vraag, wat maakt dit werk zo leuk? Voor mij, er zijn een paar dingen. Eén, zoals je hoorde, er is nog heel veel te doen in Nederland. Dus wat het leuk maakt is dat onze missie is echt wel om bedrijven hiermee te helpen. Mm-hmm. En ook omdat je dan ziet wat voor effect het heeft op bedrijven. Hè, dus dat maakt het heel leuk. Ik vind de combinatie tussen het inhoudelijke, het technische en maar ook de menskant maakt het heel leuk. Ik vind het ook heel leuk dat het toch gaat over ontwikkeling van, van mensen. Van, dat is toch een beetje dat basketbalverleden, denk ik. Want ik vertaal het toch best wel vaak naar een basketbalteam, waar je de juiste mensen moet aanhaken. Ook met technologie werkt en al die stats. Ja. Ambitie om te winnen. Ja, in de steeds hogere league komt. Soms internationaal gaat. Nou, dat doen bedrijven natuurlijk ook. Ja, hoop lol ook, on the way. Ja, daarom. En goede coach erop, goed ondersteunend team, lees HR team. Dus in die zin is mijn lol ook wel van, het is toch wel een beetje basketbal. Precies. Ja, de metafoor met de sport. Niet voor niks dat er heel veel van die oud-sporters op de podia staan van ondernemerscongressen. Ja. Om de metafoor te trekken. Een logische metafoor, denk ik. Ja. Mag ik je danken voor dit gesprek?
Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering uit de serie over HR en de toekomst van HR. En over mooi werkgeverschap en wat er allemaal bij komt kijken. Een serie die ik samen maak met Loket.nl. Wil je meer weten? Hier is de URL. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi! We'll be right back.